sekseducatie is natuurlijk heel interessant waar het zich positioneert. Want het is geen therapie. Nee. Het is ook niet altijd en niet helemaal coaching. Maar juist de ruimte waar mensen op gelijke voet met elkaar op reis kunnen gaan, op onderzoek. Daar waar cliënt of degene die een vraag heeft of wilt iets onderzoeken, leidt zelf het proces. Dus het is client-led, zogenaamd in het Engels. Met andere woorden, ja, een student en zeg maar, degene die ondersteunt de ontwikkeling, is een ander proces van de therapie waar ik, zeg maar, of ik of een therapeut een soort van machtspositie heb, een positie van, jij doet wat ik zeg, bij wijze van spreken ik natuurlijk overdrijf. Maar sekseducatie is een reis, een ontdekkingsreis, daar waar ik iemand ondersteun en volg de richting die persoon zelf graag wil ontdekken. En hierbij ligt de power of leiderschap. Of de keuze en de vrijheid van de keuze bij de mens zelf. En deze setting geeft heel veel een soort van zeg maar reset, kwartjes vallen. Want dan ligt de kracht van de keuzes, zoals ik zei, bij de mens. En dat is heel erg bekrachtigend. Dus eigenlijk is het gewoon een coaching in innerlijke leiderschap. Wauw.